show over. Nee. Agent de Barro. We waren in Frankrijk en we liepen gewoon een stad voorbij. Syrië. Nee, dat was leuk. Hele grote bek vind ik hem hebben. Oh, dit is die mislukte quizomroeper. Ja, dit is goed. Die is leuk van anders dan zo gewoon als je. Hoor hem weg, zij erin. Ik zou haar wel eens een keer om de handen willen nemen. Zoenen met mij? Ja? Of een hele nacht vrijen met Gordon? Zoenen met jou. Nooit meer seks of nooit meer geld? Nooit meer geld. Irene of ik? Irene. Carlo of José? José. Op je buik of op je rug? Op mijn buik. Kijk wie dat nou is. Hallo, met wie? Hallo, met mij. Met wie? Wie? Met Gert-Jan. Gert-Jan wie? Gert-Jan Dreugen. Hallo, dit is Sean. Sean? Sean wie? Well, Sean Connery, who else? Sean Connery, mensen. Oh, dus ik drink snel mijn wijntje op, ik stap in de auto, ik kom eraan. Nee, dat zou ik niet doen, meneer Dreugen. Ja, waarom niet? Eerlijk gezegd, ik vind u te oud. Yes, this lovely young lady you have sitting right next to you. Annette Barlow. Annette Barlow, yes. I see great potential. So, you can send her over to room 102, Amsterdam. Eddie? Ja? Weet je wat jij kan doen? Nou? Je kan dat kutprogramma van je in je reet steken. Nou, dag meneer Dreugen. Nou, ben ik dan, hè? Samen in bad met moeder Boshart. Nou, dat is natuurlijk... Vind je het ook leuk? Enig. Zo'n leuk mens, Wil. Ik vond je fantastisch met Jos Brink. Ja, vond ik leuk. Gisteravond was dat. Nou, Kar, dat is het, hè. We gaan even lekker in bad. Dus, bye, succes. Doei. Je moet niet zo naar voren hangen, want ik zie precies die peren hangen. Ja. Ze houden van je of ze houden niet van je. En die procenten die gaan op en neer. We waren live op televisie. En ik had dat moment. Dus ik ging helemaal in. Spiola, schitterend gezicht overal. In.